Deze cactuslamp kan beter, toch? Ik heb twee ledstrips besteld met elk 144 leds. Ik ga de WLED software gebruiken om van deze saaie cactus een next level lamp te maken. Waarbij je elke kleur zelf kunt kiezen, zelfs met animaties. Ik ben Robin en ik ga in deze video jou laten zien hoe ik van deze saaie cactus een super coole custom cactuslamp ga maken. Wil je voor ik je uitleg hoe je moet beginnen, eens snel de video liken en abonneren op mijn kanaal, zo mis je geen enkele video. Dit hier zijn dus mijn twee ledstrips. Het zijn WS2812B ledstrips met elk 144 leds per meter. Ze hebben adresseerbare leds, wat wil zeggen dat je elk ledje afzonderlijk kunt besturen. Om die aan te sturen ga ik deze ESP32 gebruiken. Ik ga beginnen met de achterkant van de lamp open te maken. Zoals we zien zitten er gewoon een aantal ledjes in, die ga ik ook vervangen. Daarvoor heb ik dit stukje ledstrip nog. Die kan ik afknippen en precies op de plek van het bolletje terugplakken. Wil je nu zien hoe je dat zelf allemaal kunt doen? Check dan de volledige video op mijn kanaal.